Goedemorgen, het is donderdag en Josien is er nog. We gaan nu ingrediënten halen, want we gaan een taart maken. We hebben niet heel veel slaap gehad, maar op zich mijn energielevel is nog wel. Ja, mijn is ook nogal, maar ik weet niet, ik leer het om beter. Nee. We maken ons klaar voor de studententijd. Ja. Oké, we gaan nu even naar de appie. We zijn net naar de appie geweest. We hebben cacao gehaald. Wassert, suiker, ongeklopt slagroom, 2 chocoladerepen, zonnebloemolie. En voor de rest hadden we alles eigenlijk al in huis. We gaan nu bakken. Wij hadden bij Black Friday hadden we zo'n keukenmachine gekocht, maar die hebben we nog helemaal niet gebruikt. Dus die gaan we nu uittesten. Zal ik dit gewoon hier ingieten? Oké, ja? Yes. Ah, ik doe het! Wat ging je ervan maken dan? Kun je gewoon mixen? Oeh-la-la-la. Yes. De taart was heel vochtig en het is helemaal eruit aan het lekken en het meurt hier verschrikkelijk. Mensen, even een update van taart bakken. Ik denk dat jullie het al wel hebben gezien, maar het is niet helemaal gegaan volgens plan. Niet helemaal. Ik zal het uitleggen, ja. We hadden zo'n beslag gemaakt, gewoon volgens het recept. Maar het was al een beetje waterig, maar... Het was een smeuïge cake, dus ze dachten misschien klopt het wel. Alleen toen hadden we het in de bakvorm gedaan en toen begon het zo langzaam uit te lekken. Dus wij dachten, oké, snel in de oven, want dan wordt het van hard en dan gebeurt dat niet meer. Nou, het stond in de oven en toen opeens zaten allemaal dingen naast. Dus wij dachten, shit, het lekt nog steeds. Toen op een gegeven moment begon het helemaal te roken. Het begon een klein beetje te roken eerst. En toen dachten we, oké, laten we het maar, moeten we nu schoonmaken. En toen gingen we kijken eventjes. En toen was opeens allemaal rook. En toen hebben we het uitgehaald. En al de chocola zat zeg maar in dat ding van de oven. Dus misschien is nu onze oven kapot. Alleen omdat ik een taart bak, ik kan gewoon echt niet goed in de keuken. Ei bakken kan ik, maar meer niet. Dus trouw me niet om in kookkunst alsjeblieft. Maar that happened. Ik hoop dat onze oven nog wel gefixt kan worden. Want anders is het zo erg zonde. Want de oven is nog best wel... Ik ben 3 keer gebeld. In ieder geval, we gaan nu een filmpje kijken en daarna ga ik editen en werken. Taart wordt er niet, die ligt in de prullenbak. Welkom bij Voice. Het is ondertussen 2 uur, Josie gaat er zo meteen vandoor. Ik ga dan editen en daarna ga ik werken. Oh my god. Het is ondertussen 8:30. Ik heb best wel lang gewerkt, dat is wel heel gezellig. Ik ga zo meteen met 2 vriendinnen van werk ga ik afspreken tot 11:00. En morgen om 7:00 moet ik weer werken. Ik had mijn video gewoon geëdit. Het was gewoon op tijd gelukt, maar ik had geen tijd gehad om hem te plaatsen. Dus ik denk dat morgen dan die van gisteren kwam. En overmorgen die van vandaag. En dan overmorgen die van morgen. Snap je? Dat denk ik dat ik ga doen. Ik ga nu lekker eten en daarna ga ik daar naartoe. We gaan gewoon afspreken, voor de rest niet zoveel bijzonders. Maar wel gezellig. Dus, that's the plan. Trouwens, update voor de oven. Hij doet het. Het zinkt nog wel een beetje beneden. Maar het is weer oké, soort van. Op een gegeven moment was er zoveel rook. Echt de hele huiskamer. En we hadden ook deuren opengezet en zo. Nou ja, het is uiteindelijk goed gekomen. Maar ik ben niet heel goed in bakken. Ik had die vriendin trouwens nog gebeld van... Ja, had je ook dat het waterig was? Of lag het aan mij. Maar het hoorde dus wel zo waterig. Dus we hadden niet echt iets fout gedaan met het recept. Maar je moest bakpapier dan in de bakvorm doen. En ik dacht gewoon bakpapier op een bakplaat. Maar dat was dus niet zo. Dus daar heeft het probleem gezeten. Dus misschien hadden we voor de rest alles wel goed gedaan. En was het een heerlijke taart geworden. Maar in dit geval was dat niet zo. Ik ga nu in ieder geval lekker eten. We eten spaghetti, dus dat is wel lekker. Hoi! Oké, we zijn nu bij Tirza thuis en zij heeft paarden. Heel ziek! Oké, wie is dit? Dit is Mercy.
Mercy? Ja, hij heeft Mercy. Ik vertel wat over Mercy. Mercy is heel oud. Oké. Okay, en hij heeft een vieze stal, maar die moet morgen even schoon. En dit is? Dit is Kevin. Deze is wel mooi. Kevin. En dit was een heel. Dit is een recreatiepaard. Hey. En dit was vroeger een springpaard. Maar je kan er niet meer op rijden. Nee, deze niet. Want zij zijn oud. Dus dan. Ze zijn in het bejaardentehuis. Dit is het bejaardentehuis. Dus er is eigenlijk geen paard meer je op kan rijden. Ik kon het wel nog toen ze hier kwamen. Maar. Dit is Enzo. Enzo de knol. Mooi. Hij is heel groot. Wow, hoe oud is hij? Hoe oud is Enzo? Hij is nog maar 2. Nou, Enzo, je. Echt? We hebben een tuig gekocht, Willem voor de wagen en zo. Ja, maar dat kan de Shire wel. En dit is een flut Tinker. Hij is niet van mij. Oh, deze. Maar Tinkers die zijn toch heel eigenwijs? Deze is niet van mij. Nee, dat zijn halflingers. Oh. Maar deze is ook wel eigenwijs. Maar... Ik wou even dat het paard zo tegen jou aanging. Zo, je doet die flits zo fel op. Heb je vrienden gemaakt, Mirjam? Met mijn mattie. Paardenmeisje Tirsa gaat ervoor. Doei. Ja, mensen zeggen altijd, ik had dit echt nooit achter jou gezocht. En ik ook niet. Ik nou opvatten als een belediging of als een compliment. Nu ben Mirjam. Mirjam de boer. De boerin. Je zegt de boer, maar ze is een vrouw. Ja, jongen, dus... wat doe jij hoor? Nee, niet zo hoog, want ik had het gebeld. Lydia wil bijna haat gaan gooien. Ja. Nu Lydia de boerin. Nee, gaat niet zo goed. Oké, stop. Je vernekelt hele ding. Geweldig. Ja. Dit moet naar part 2. Oh. Je laat iets vallen. Ja, het is wel duidelijk wie van ons dit beter kan. Nou, zeg. Tuurlijk zou ik zeggen. Hallo. Oké, dat die stal er open gaat zonder die kip er... Hè? Waar is die clip? Hier zo. Wie van ons denkt dat het beter kan? Hey. Ik zei jij, ja, hè? Ja. Ik wou niet eens meer. Yeah, lekker smikkelen. Ik ga een stuk. Ja, en hoe heet je dit? Wat? Deze heet Kevin. Kevin, collega. Die lijkt wel een beetje op. Niemand snapt dit. Met zijn tuindieren. Nu skipt hij. Hij wint uit de camera. Kev. Zie, hij komt al. Oh, eentje tegelijk. Jongen. Kun je niet kiezen ofzo? Nee, Kev. Zie Lydia dit helemaal enjoyen. Je moet hem niet zo geven. Tuurlijk wel. Je moet hem zo. Nee, je moet toch niet mee bijten. Hij bijt niet hoor. Wat doet hij anders met die wortel? We zijn nu bij mijn huis, want Teers komt niet heel lang. Maar ja. We hebben chocomel. Yes. En Mirjam is ondertussen ook naar huis. Het was al gezellig. Het is ondertussen 11:30 en ik moet morgen om 6:30 op. Want ik ga om 7:00 werken. Dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Leuk dat je er was. Morgen kerstavond heel veel zin in. En eerste kerstdag heb ik ook heel veel zin in. Dus leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Doeg.